dit is een auto en die auto die rijdt in die richting aan 50 kilometer per uur. Zo. En dat is wel tof. En nu kan ik gewoon verder doen. Ik heb die show een paar keer in Engeland gedaan. En dan moet je hier pauzeren. En dan moet je vragen, weet iedereen wat een kilometer is? Dat gebeurt er. Dus de mensen in de zaal en die weten niet wat een kilometer is. En dan neem ik altijd geduldig de tijd om dat eventjes uit te leggen. Zeg ik, het is heel simpel hoor. Een kilometer is een beetje als een mijl, maar het bestaat echt. Dat is het verschil. Want het is het officiële systeem dat we over heel de wereld gebruiken. Hebben we afgesproken. Nog maar pas, 200 jaar terug. Dus het metrisch systeem is het office en we gebruiken dat gewoon over de hele wereld. En inches en voet, dat hebben we niet meer nodig. Want we leven in de 21ste eeuw. En we meten de dingen niet meer met onze duimen en onze voeten. Nee. Doen we niet meer, hè? Nee. Er is een beter systeem nu, het metrisch systeem. Het is supergemakkelijk. Maar toch, toch zit je in een vliegtuig en wat zegt de piloot? Ladies and gentlemen, we are now 20.000 feet above the ground. En dat is gewoon achterlijk. Want het laatste wat ik zou meten met mijn voet... Het gaat niet, ze zijn te rap, ik heb geprobeerd. Het gaat niet. En toch al... Ook computerschermen, een inch. Waar is... Wat hebben? In de computerwinkel, goeiedag, ik wil graag een nieuwe laptop. Ah. Had u de 12 inch of de 15 inch gewenst? Pardon. Wat is een... What the fuck is een inch? Ja, de 15 inch is best al groot, hoor. Oh, echt waar? Zeg het in centimeters, dan weet ik het. Ellendige zeep. Oh, ja, sorry, meneer. Bij computers doen we dat zo. Dat is een inch. Allee, goed. Ik zal u betalen in gouden florijnen. Alsjeblieft. Dat... Nee.